Nou, wij staan hier in een gebied dat heet De Branden. En het is een gebied in ontwikkeling. Het wordt de beken die hier lopen, dat zijn de voorste en het achterste diep, die willen ze laten hermeanderen. Ze zijn ooit in het verleden rechtgetrokken, die beken. En nu willen ze de natuurlijke bochten weer terugmaken, zodat het een mooi natuurgebied wordt. En het is ook gunstig voor de natuur en voor de afwatering in dit hele gebied. De archeologie die komt bij dit project om de hoek kijken. Omdat in de eerste plaats in beekdalen, waar we dus nu staan, zijn van provinciaal belang. Dus de provincie heeft beleid daarvoor ontwikkeld, zodat de archeologie er altijd bij betrokken is. En het nut daarvan is dat we kunnen kijken van wat gebeurt er in die beekdalen in het verleden. Nou, in dit gebied kun je dus van alles vinden qua archeologie. En daarom loopt er dus ook eigenlijk continu hier een archeoloog bij het aanleggen van de nieuwe meanders. Die kijkt continu van, komt er iets tevoorschijn? Zie ik een stuk hout? Zie ik een ander voorwerp? Zodra dat gevonden wordt, komt hij natuurlijk meteen in actie om dat vast te leggen. Hele grote gebieden worden afgeplacht, dus er gaat eigenlijk alleen de bouw voor van de grond eraf. Maar dat geeft ons dan ook meteen een mooie kans om te kijken wat er net onder het maaiveld ligt. Dingen die we vinden, ja, die brengen we natuurlijk op de plek waar het gevonden is in kaart. We maken foto's van, we gaan het tekenen, het wordt met een GPS-apparaat ingemeten. Vervolgens wordt het verzameld en nemen het mee naar ons kantoor. Dus we schrijven een rapport, komen afbeeldingen in en het vondstmateriaal uiteindelijk belandt in een depot. Als ik dan specifiek over de beekdalen heb, hebben we twee jaar geleden bij Borger hetzelfde soort project als dit. Hebben een stenen voorde gevonden, dus een soort stapstenen door de beek waar mensen konden oversteken. Dat was uit de middeleeuwen. Dat is ook natuurlijk heel mooi. En dat ligt dan ook allemaal in het verlengde van prehistorische routes. Nou, als de werkzaamheden hier helemaal klaar zijn, dan gaat de natuur natuurlijk weer zijn gang. Dan gaan alle plantjes weer groeien en dan krijg je een prachtig natuurgebied met die beken die hier stromen met mooie bochtjes erin. Er komen wandelpaden, fietsroutes. Er komt een uitkijkheuvel waar mensen bovenop het geheel kunnen overzien.